Yo boys and girls. 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 Mijn naam is Alta Dylan. Yo, yo boys and girls en welkom bij alweer een nieuwe FIFA video. Vandaag gaan we reageren op mijn teams vanaf FIFA 20, FIFA 21, FIFA 22 en FIFA 23. Gaan we dus reageren op al mijn teams en ik hoop dat jullie het gaan leuk vinden voor dat ik deze content ga pushen naar jullie. Dus ja, ik heb de opnames zojuist afgerond en ik weet al wat voor opnames dat we gaan hebben. En ja, dit is dus weer reageren op mijn oude FIFA teams. Ik weet het, is echt weer eens lang geleden dat we nog eens gereageerd hebben. Want mijn huidige team hebben we al lang op gereageerd. Ja, maar dit is zo'n beetje mijn doel met mijn FIFA video's. Dat ik zo'n beetje ga reageren op mijn oude teams, mijn nieuwe team. En ja, dat is nog toch leuk toch eens te kijken van waar ik kom. Bijvoorbeeld FIFA 20 had ik echt geen team. Omdat ik toen maar na de echt naam naar Future Stars was begonnen met FIFA spelen, omdat ik pas eigenlijk mijn PS4 had gekocht bij het aan hierbij. Dus ja, dat was eigenlijk zoiets van, ja, ik heb FIFA, maar ik kan geen goed team meer bouwen, want Future Stars is erbij en eigenlijk is FIFA eigenlijk nooit gedaan. Dus heb ik zoiets van, ja, wat gaan we dan doen? Dan gaan we gewoon het beste van maken, het best mogelijke van maken. Oké, toen had ik echt geen goed record. Dan ging ik naar FIFA 21. Had ik best wel een decent record. En nu ook, nu heb ik ook wel een decent record. Voor nog zo kort in FIFA te zitten. Kort, het is 9 februari vandaag. Dus ja, om zo kort in FIFA te zitten, heb ik toch wel een best decent record. En ja, dat wil ik zo houden ook. Ja, we gaan door naar de video. En ja, oké, als eerste FIFA gaan we dus Ultimate Team van FIFA 20 induiken en ja, we gaan eens zien wat wij dus gaan wat wij dus hebben van team hierop. En we gaan naar selecties moeten gaan. Ik had hier de Pintjes League dus op. Ik weet ook niet waarom. Doelman Mignolet, Capon, Company, Mechelen, Pocognoli, Van Aak op centrum mid, Bastien en Wolivic, Di Matta en Chatli. Ik zet hier wel heel veel leenspelers op. Dus ja, dit is een beetje dit team van FIFA 23. En wie was eigenlijk mijn topscorer? Kan ik dat zien ergens? Mijn club. Gullit is mijn topscorer of wat? Wauw. Dit krijg je dus van als je, ja, gewoon geen Free Champions te speelde en gewoon heel laat in FIFA startte. FIFA was. En ja. Ze hadden nog wel een wildcardje gepakt, Müller. Als eerste eigenaar. Dat was mijn enige wildcard dat ik had in die game. Dus nu gaan we door naar FIFA 21 en ja, FIFA 20 hebben we uitgekeken. Oké, boys and girls, nu zitten we in FIFA 21. Ik weet dat ik hier op het ding had van Liverpool. Dus ja, ik had hier de badge van Liverpool. Ik weet dat ik hier wel heel lang op gespeeld heb. Ik dat ik hier nog een 12 uur stream op heb gedaan. Op YouTube, de 12 uur stream, de originele 12 uur stream. Dat ik toen wel een Haalandje geloof ik had gepakt. Haaland Team of Season. Maar we gaan direct zien wat voor een team dat we hier dus hebben staan. Dan gaan we door naar FIFA 22 en dan naar de huidige FIFA, FIFA 23. Dus hier heb ik nog altijd heel wat gespeeld. Mijn record was hier 445-439. En dit is het team dat we hier hebben staan. Team Season Ederson. Team hier Van Dijk. Ik wist dat ik hier nog een team hier had gepakt. Van Dijk. Sanchez, Pot de Glory geloof ik was dat, ja. Zomerster Laporte. Team Season Salah. Pot de Glory Pogba. Team Season Suchek. Pot de Glory Foden.
Team Season Son, Zomersterre Kane en Team Season Vardy. Dan Team Year Neuer, Acuna, Pataglory, Team Year Mbappé, waar ik toen heel veel potjes mee. En ik toch niet veel potjes mee gespeeld heb. Team Season Lewandowski, Pataglory Hazard, Zomersterre Ronaldo, die dat ik toen ook had gepikt. Zomersterre Lukaku, Ferran Torres, Zomersterre, Kimmich, Timo Lier, Benzema, Headliners, ja Headliners, Timo Lier, ah nee nee, Pat de Glory, De Ligt en Team Season Oplak. En toen heb ik nog heel wat kaarten in de club zitten, heel veel die special cards, weet ik ook nog hoe, die dat ik eigenlijk bijna niet ging gebruiken. Want ja, ik had eigenlijk niet genoeg tijd voor al die spelers te gebruiken. Ik heb hier nu al, waar ik op mijn main account, op mijn main team, op FIFA 23 heb ik hier nu ook, had ik hier een leenspeler van 38 Cantona. Ik had hier ook Szczęsny, David Silva, Eriksen, Bonucci. Dus ja, nu gaan we door naar FIFA 22, dat is de gedownloade versie en ja. Oké, nu zit het in FIFA 22, PS5 versie en ik ben een beetje ijder op aan het drinken. Dus ja, nu gaan we naar FIFA 22. Het team dat ik hier heb is, vind ik echt wel machtig. Ik heb hier ook het Barcelona dingen op. Barcelona patchje op. Dus ja. Hier zie je ook nog de topbins. Promo eigenlijk. De topbins dingen. De stream. Dat bij. Dus twitch.tv op EA Sports FIFA kunt bezien. Dat is een stream van 4 uur. Nee, ja 4 uur. Dus ja. Hierop heb ik wel een degelijk team geloof ik. Ik ga eens zien hier. Hier heb ik dus Nick Pope Moments op goal. Daar heb ik 37 potjes mee gespeeld en was wel een goede keeper. Dan op rechtsachter heb ik Trent, Alexander Arnold Team of Season. Dan Van Dijk Team of Season op centerback. Samen met Tierney Shapeshifters. Ricard Pereira Flashback, dus ik had gelijk dat ik een flashback had. Robertson Rulebreakers. Thiago. Road to the Final. Ja, Road to the Final. Werner. Shapeshifters. Ik heb die trailblok gekocht, dus ja. Dan heb ik Bernardo Silva. Team Season. Clint Dempsey. Future Hero Shapeshifters. En Harry Kane. Player 1 Premier League. Waar ik 235 keer mee gespeeld heb. En 978 doelpunten mee gemaakt heb. Dan heb ik Nkunku, Ramos, Davies, Immobile, Hazard, Joe Cole, ja. Dybala, Marquinhos, Sané, Marcelo, Ljungberg, Mahrez. Dan heb ik hier in de club nog heel wat zitten. Dat is Berardi, Atal geloof ik ook nog. Atal, ja. Kort wat in gezeten. Aubameyang. Alisson, Gomez. João Cancelo, Adama Traoré, Hernandez, dat is Theo Hernandez, Neuer, Oscar, Tonali, Valverde, Müller, Núñez, Mitrovic, Banega, Alaba, David Silva. En dat dan zo doorgaan. Ik heb ook Undaf gepakt toen, Bruno Fernandes. Dat is eigenlijk helemaal. Hakimi ook Team of the Year. Ik had hier nog een Team of the Year opgepakt, dus ik wist dat het Hakimi. Ik wist niet dat het Hakimi was. Ja. Lewandowski had ik hier ook opgepakt. Dus ja. Mijn team was eigenlijk wel goed, compleet. Alleen had ik hier niet Messi op. Ronaldo had ik hier op gebruikt. Ik heb Ronaldo hier ook op gehad.
Ik heb hier Son ook op geloof ik gehad. Maar ik heb die ingeleverd. Ik heb hier ook heel wat. Ik heb hier Varaan. Waar die had ik gepikt. En dat is zo'n beetje ja, het team dat ik nu gebruik. Allee, niet gebruikte. Ja, niet meer gebruik, zou ik het zo zeggen. En dan komen we nu naar het team waarmee ik nu eigenlijk heel veel speel. En ik heb nu dus hetzelfde shirtje aan dat ik hier op. Hier was mijn record zelfs beter dan FIFA 21. Dan 25 potjes gewonnen. 2 verloren. 2 gelijk eigenlijk en 96 verloren. Dus dat was eigenlijk omdat ik meer squad belt speelde op deze dingen. Ik heb hier ook Division Rivals op gedaan. In de laatste weken was ik echt aan het grinden op Division Rivals. Zoals je ziet zit ik hier in Divisie 8. Divisie 9, wauw. Divisie 9 zit ik hier nu. Ik had Divisie 8 gezeten. Ik was op Divisie 8, dus waarschijnlijk gedaald terug. Maar ik heb hier in Divisie 8 gezeten. En dat is seizoen 10. Dus ik heb weer in Divisie 8 gezeten. Oké. Nu dus in de beste game. De huidige FIFA. FIFA 23. Tweede opname. Want daar dus moest ik gaan eten. En wat ik dus mijn opnametje bezig. Dus ben ik met de opname te stoppen. Want ik moest dus gaan eten. En is deze opname dus nu geworden. Nu is het in FIFA 23 en ja, dit is team of the week. Navas zit erin en Navas zijn team of the week is echt zo goed. Dus nu gaan we naar mijn team dat ik nu heb en dat is op goal Alisson, op rechtsback Zambrotta, op centerback Van Dijk en Varaan. Linksback Team of the Year Honorable Mentions Joao Cancelo. Op rechtsmid Savio UCL, UEL, weg naar knockout. Op centermid Kevin De Bruyne. Zijn rare kaartje, zijn gouden kaartje. En linksmidden Risto Stoichkov. Op centraal van het middenveld rechts Socrates. Centraal van het middenveld links Kaka. En op spits Cantona. Dan op de bank heb ik Brandt en Lindström. Dat heb ik op de reservebank. Dan op de bank zelf zit Zola, Base Icon. Ja, ik heb die dus gedaan met de Silver. Nee, niet met de Silver, dat is met de Future Star Swaps tokens. Heb ik dus Zola, Gianfranco Zola, Conduct. Dan Salah, ook op de bank. Kante ook op de bank. Kimmich ook op de bank. Mangan op de bank. Son heb ik gepikt. Uit een 35 plus playerpick. En Brand, jullie hebben dus gezien hebben, heb ik ook gepikt uit een 85 plus playerpick. Dan Courtois op de bank. En dat is het zo'n beetje. Ik heb hier nog wel wat dingen in de club zitten. Denk ik. Ik denk dat ik nog wildcards in de club heb zitten. Nee, ja, wel Sule. Sule heb ik nog in de club zitten. Bij deze heb ik niks meer in de club zitten. Echt een waarde. Ik heb Schlotterbeck ingeleverd in een Icon pack, dus ja. En dat is zo'n beetje mijn team, mijn base team. En mijn RTG eigenlijk, zoals ik zeg. 89 beoordeling is echt al heel goed voor deze deze team. Ik heb echt goede nieuws, want het is echt een team van over 3 miljoen. En deze team is echt wel een van mijn betere teams dat ik al gehad heb rond februari. Met mijn icons erin. Dat is echt heel lekker. Ik heb dus icon packs kunnen doen. Ik heb er 5 in totaal gedaan. En dan Zola als Future Star tokens. En die Zola die is ook wel deadly decent. En
Savio ben ik echt, daar verschiet ik echt van dat hij zo goed speelt. En dan heb ik ja. Heb ik nog mijn zilver. Mijn zilveren team geloof ik, maar. Dat team is echt niet meer. Dat zijn concept selecties. En die al mijn spelers daarvan zijn weg, dus ja. Buiten Van Dijk is eigenlijk een speler van die. Van die zilveren team weg, dus ja. Deze FIFA is eigenlijk zo'n beetje mijn favoriete FIFA geworden, want met Varaan erbij. Varaan heb ik echt wel een goede sterke centerback. Die wint de wildcard, is echt wel. Is echt een hele goede speler. Hele goede speler. En zo'n Brood op rechtsback is ook een hele goede speler. En dan op de spits Cantona. 251 goals. Echt wel een goede speler. En dan ja. Stoichkov maakt ze ook wel af. En dan ja, Kaka maakt ze ook af. En wie heeft er van de centerbacks even meer doelpunten? Ik geloof Van Dijk. Ja, Van Dijk heeft er 24 meer, maar die heeft ook 408 wedstrijden gespeeld. Dus terwijl Varaan er maar 112 gespeeld heeft, dus ja. En Alisson heeft 2 assists op zijn naam staan, dus ja. Maar dit is zo'n beetje, ja, mijn kijk op mijn oude teams. En dus mijn nieuw team, mijn RTG eigenlijk, mijn FIFA 23 RTG. En echt wel decent spelers, Cantona, Socrates, Kaka, Stoichkov, Zambrotta, Savio, De Bruyne, Van Dijk, Varaan, Joao Cancelo en Alisson. Dat is eigenlijk wel een goede team. En dan Van Jan, onder de mentions, is ook weer een heel goede packpool geweest. Maar mijn beste packpool is eigenlijk zo'n beetje, ja, Varaan eigenlijk geweest. Het duurste, nee, eigenlijk mijn beste packpool. Ik denk dat het toch Cantona geweest is. Dus de Cantona en Varaan is geweest mijn beste packpool. Want toen heb ik echt wel, ik heb echt wel goede geluk gehad met Varaan en Cantona. Stoichkov had echt wel een goede pick ook. Kaka was een L eigenlijk. Socrates was meer een W. Zambrotta was ook een W. Ik heb zo die prijzen zitten opzoeken qua price range en zo, dus. En hoeveel dat die waard waren op dat moment. En dat was Zambrotta. En Socrates waren uit de player picks het duurste. Dan Socrates, Kaka en Stoichkov waren eigenlijk uit een pack eigenlijk. Dus daar heb ik 3 squads voor moeten inleveren. En voor die pick heb ik er maar 2 moeten inleveren geloof ik. En nou, misschien ga ik binnenkort nog eens een hero pick doen, maar daar ben ik nog niet zeker van. Ik wil eerst zien hoe of wat dat ik ga bereiken met packluck eigenlijk. Het is packluck gewoon. Ik kan 32 plus mal 20 doen, maar wat gaan we eraan, dat gaat eruit krijgen? Weet je niet. Wat krijg je eruit? Dat weet je niet. Dus die challenge wil ik laten en dan ik vooral de andere World Cup Hero is ook niet te doen. Dat is net zoals Icon Pack, dat is eigenlijk heel duur. En ja, nu zit ik bijvoorbeeld bij Squad Battles. Ik speel meer Squad Battles dan die Friefs eigenlijk. En als ik toch wel Elite 3 behaald, maar ik ga deze weekend heb ik geprobeerd te spelen. Het is nu 9 februari. Ik ga proberen deze weekend nog wat squad battles te spelen. Voor toch Elite 2 misschien binnen te rijken. Allee, binnen te rijven.
Misschien Elite 1, maar dat weten we nog niet. Ik heb dus het gedaan met deze video. En ja, mijn van FIFA 20 tot nu, 4 FIFA's lang. Nee, eigenlijk 5 FIFA's lang. Nee, 4 FIFA's. Ja, 4 FIFA's lang heb ik toch wel het een en het ander goed gepakt. Zie maar FIFA 21 en FIFA 22. Hier FIFA 23. Ja, Futis moet nog komen. Bij Futis pakt je heel veel goede shit. En moet ik zo houden ook. Dus ja, dan zie ik jullie graag terug bij een volgende video. Dat gaat vrijdag zijn, dat gaat een vlog zijn. Dus dat vlog 69 geloof ik dat was. 59 of 69. Dan zie ik jullie graag met die vlog. En dan ga ik nu naar de outro dealen. Dus ja, let's go. Oké, boys en girls. Hier zitten we dan dus bij de outro. Ja, we hebben heel goede teams gehad. Alleen FIFA 20 was niet zo'n goed team. Dus ja, dit was zo'n beetje ja, mijn video. Over FIFA, mijn teams eigenlijk. Ik weet het. Het heeft me letterlijk een uur of twee gekost. Voor het voorbereiden van deze video. Met het downloaden van alle FIFA's. Dus het downloaden van FIFA 20, FIFA 21, FIFA 22. FIFA 23 had ik er natuurlijk al op staan. Omdat dat die game is dat ik nu speel. En die moest ik dus niet downloaden. Dus ik moest 3 FIFA's downloaden. En het heeft me toch wel een uur of twee geduurd eigenlijk. Voor die eigenlijk te kunnen downloaden en te updaten naar de huidige standaard. En dan is ook hopen van werkt die FIFA nog, is het nog de goeie. En dat was eigenlijk allemaal hopen dat de opnames eigenlijk vooruit gingen. En de opnames gingen wel best wel goed vooruit. Oké, we hebben deze keer geen SBC'tjes gedaan en geen packs geopend op de oude FIFA's. Wat ik ook niet wou doen eigenlijk. Maar we hebben nu dus echt wel een goed team op FIFA 23. En ja, dat is echt wel een heel goed team. Daarmee wil ik jullie dus ook bedanken voor het kijken naar deze nieuwe FIFA video geweest. Ja, dat was eigenlijk wel een tof idee van mij voor hem te gaan doen. Ik weet het is nu de 2023 editie. We hebben de 2022 editie gehad. En hopelijk volgend jaar de 2024 editie. Maar dat weten we nog niet. We gaan zien hoe of wat dat we gaan zien eigenlijk. Volgend jaar is het sowieso EA Sports FC. Dat gaat vanaf deze zomer eigenlijk zijn. En hopelijk, ja, hopelijk is dat eigenlijk zo'n beetje als FIFA. Maar dat weten we nog niet. Hopelijk is het eigenlijk zo. Ik weet wel dat het de PlayStation exclusive is. PlayStation, dat ze gepartnerd zijn met PlayStation. Dus dat we misschien bij PlayStation de game een paar dagen vroeger kunnen krijgen. Of meer de gameplay of zo. Ik weet het niet. Of misschien meer PlayStation Plus exclusives. Bijvoorbeeld zoals je met Fortnite hebt, het je zo van die bundles. Misschien dat je dat elke maand kunt krijgen bij PlayStation Plus. Dat je zo een bundel krijgt van, zeg het maar iets. E-sports FC, dat je een paar packs gratis krijgt en een player pick en zo. Zoiets eigenlijk als Twitch Prime of Amazon Prime, wat is het, die pack zo. En hopelijk zou dat zoiets zijn bij e-sports FC, de PlayStation partnership. En ja, maar dit was dus eigenlijk zo'n beetje het einde van deze video. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze video. Ik heb genoten van het maken van deze video. Ik heb er toch wel een uurtje of vier over gedaan voor het maken van deze video. Dus ja, bedankt voor het kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is altijd Dylan. En jullie gaan graag terug bij een volgende video. Dat is vrijdag. Dat is vlog 69 als ik het juist heb. Dus ik ben die vlog nu ook aan het maken. Dus we zullen wel zien. Hoe voor we gaan krijgen. En ja, dat is zo'n beetje mijn video. Bedankt voor het kijken naar deze video. Mijn naam is Altijd. Bye bye!